Sylvana en Mireille zijn verbandmeester op de gipspolie van het Rode Kruis Ziekenhuis. Zij vertellen ons vandaag alles over hun vak. Mireille, je bent gipsverbandmeester. Ja. Wat houdt het precies in? Gipsverbandmeester is het beroep waarbij wij mensen mobiliseren of immobiliseren. Door middel van gips, met name. De term gipsverbandmeester is al heel oud. We werken eigenlijk niet alleen maar met gips, maar gips is wel de hoofdzaak van ons werk. En bij gips denk ik meteen aan een breuk. Maar zijn er nog meer redenen om iemand in het gips te zetten? Er zijn heel veel redenen om iemand in het gips te zetten. De voornaamste is natuurlijk de breuk van een arm of een been. Maar we zetten mensen ook in het gips voor de rust of voor wondbehandeling, bescherming van een huid. We kunnen mensen in het gips zetten wat afneembaar is, zodat ze deels rust krijgen, maar ook deels kunnen oefenen of mobiliseren met fysiotherapie. Dus ja, er zijn tal van redenen om iemand wel of juist niet in het gips te zetten. En hoe komen de mensen bij jullie? Heel veel mensen komen via de eerste hulp. Je bent gevallen, gestruikeld, een ongeval gehad. Dan word je in eerste instantie gegipst op de eerste hulp als je een breuk hebt. En dan, of als het zo pijnlijk is, maar er is geen breuk, kan je ook gegipst worden voor die rust waar ik het net over had. En dan na 5 tot 7 dagen kom je bij ons. Dus wij zijn niet degene die het eerste gipsen, maar pas eigenlijk na 1 week. Dan kan je ook nog bij ons terechtkomen via de huisarts, de orthopeed. De handchirurg is een grote groep van onze patiënten. Dus mensen met aandoeningen aan de handen die of in een rustgips gaan of na een operatie in het gips gaan. De revalidatiearts. De neuroloog is ook een verwijzer. Oh ja? Ja, die verwijst weer omdat mensen dan aandoeningen aan hun rug hebben. Waardoor ze uitstraling aan de benen hebben. Dan hebben ze last van hun wervelkolom. En met name de lage rugwervels. En daar maken we dan een corset voor. Het is dus niet alleen vallen, je arm breken en hier komen, maar we zien zoveel meer. Ja. Sylvana, er komt zo'n patiënt van jullie? Ja, dat is een dame die heeft zo'n 10 dagen geleden haar enkel gebroken in Oostenrijk. Het is haar foto. Het lijkt wel of er een puntje uitsteekt, hè? Ja, precies. Je ziet hier echt de belijning van het bot, zie je een punt uitsteken. Dat is ook waar de breuk begint. Dan loopt hij zo naar beneden. Mevrouw komt vandaag omdat de chirurg een wekendelencontrole wil doen. En dat houdt in dat hij de huid wil beoordelen of die geschikt is om morgen te opereren. Als die huid te veel zwelling bevat, die enkel te dik is, dan is men bang dat de huid niet meer wil sluiten na een operatie. Dus vandaar deze extra controle. Wat is er gebeurd? Op windsport ben ik met gaan glijden, sleeën. En ben ik met mijn voet tegen een paal aangekomen. Meestal is het met skiën, hè? Ja, was het maar met skiën, dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. En was het al snel in de vakantie? Na 3 dagen. Dus het waren 3 fantastische dagen. Ik heb heerlijk geskiet. Maar ja, daarna was het gewoon over. Helaas, pindakaas. Het is een beetje blauw geworden. Ja. Maar de zwemmen ziet er denk ik goed uit. Ik kan aardig rimpelen, dit mag. Ja. Oké, okay. Morgen opereren. Ja. Lijkt me goed plan. Nou, zeker. Dat was het. Dan ben ik van alles af, hoop ik. Succes morgen. Ja, bedankt. Misschien tot ziens. Oké. Dankjewel, ziens. Dan ga ik hem weer ingipsen. Ja. En ik heb mevrouw eerst een katoenen kous aangedaan. Dat is lekker prettig voor de huid. Als je meteen die watten op de huid zou doen, dat kan heel erg gaan jeuken. Daaroverheen watten. Waar is dat voor? Nou, het gips wat ik er zo meteen omheen doe is natuurlijk vrij hard. Zou ik dat direct op die kous doen? Dat voelt niet prettig. Dit beschermt de huid. En dit laagje zorgt ervoor dat de druk verdeeld wordt van de watten op het been. Je voelt nu al de druk toenemen, hè? Ja. Ja. Te strak of? Nee, is goed. Oké. Okay. Voel je het zo dadelijk warm worden op je voet? Dat is de chemische reactie van het gips die aan het uitharden is. Hoe lang duurt het voordat het helemaal hard is? 4 tot 5 uur. Maar dit wordt onder mijn handen door al hard. Dus voordat mevrouw naar buiten gaat, is het uitgehard. Nou, bij een gezonde enkel zou je natuurlijk wel letten op de stand. Dan wil je de enkel eigenlijk hebben in een hoek van 90 graden, zodat iemand er ook op kan lopen. Maar deze mevrouw
mag er niet op lopen. Zo, laat hem heel even uitharden. En hoe lang heb je nu gips gehad? Ruim 1,5 week. En hoe is dat? Raar, je kan niks. Je zit echt aan de bank gekluisterd. En jeukt het ook? Nee, dat valt wel mee. Ja, het is nog eigenlijk heel pijnlijk eigenlijk. Ik heb meer last van die pijn dan van de jeuk eigenlijk. Ja. Ik heb het gips doorgezaagd. Mevrouw gaat morgen voor OK, wordt geopereerd morgen. Dus dan kunnen ze boven eigenlijk zo het gips eraf halen en meteen beginnen. En wat is het plan verder? Nou, ze gaan 2 botjes aan elkaar zetten met een plaatje en een schroefje. En dan hopen dat ik straks weer kan skiën. Of sleeën. Nee, ik ga niet meer sleeën. Daar ben ik van genezen. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. Oké. Ik ga de deur voor je open doen. Ja. Ja, werken jullie alleen in deze ruimte of gaan jullie ook het ziekenhuis wel eens in? We werken hoofdzakelijk hier in deze ruimte, maar het komt natuurlijk ook wel voor dat we erbij geroepen worden op de operatiekamer of op de uitslaapkamer om daar een gips aan te brengen. Verder ook nog wel eens in het huis als mensen bijvoorbeeld op de isolatie liggen en zelf niet door het ziekenhuis heen mogen, en dan gaan wij ook naar de patiënt toe. Bijgeroepen op de operatiekamer, als er een beensamputatie plaatsvindt, gaan we vaak met z'n tweeën naar boven om daar te gipsen. En waarom is dat? Zodat de stomp zo snel mogelijk mooi gevormd kan worden. En het contact wat de patiënt zelf voelt met zijn stomp, dat vinden wij ook erg belangrijk. Is er maar 1 soort gips of zijn er meerdere soorten? Nee, we werken met verschillende soorten gips. We hebben het ouderwetse mineralengips, wat een hele goede werking heeft op wonden. Daarnaast hebben we polyestergips, dat is ook wel in de volksmond het lichtgewicht gips wordt het genoemd. Rubbervariant, dat is gips wat niet helemaal hard wordt. En dat gebruiken we vaak bij enkelbandletsel. Wat zijn nou veel voorkomende vragen bij jullie op de poli? Mag ik auto rijden? En? Nee. Nee, in de wet kan je het niet terugvinden dat je niet mag rijden met gips. Maar je beschikt niet over beide handen. Dus je bent gewoon niet bekwaam om te rijden. En niet bekwaam maakt ook niet bevoegd. En zwemmen, heel wat anders. Dat is mogelijk. Wij doen vaak in de zomer brengen we zwemgipsen aan. Dat is eigenlijk hetzelfde gips als wat we gebruiken voor een normaal gips. Het enige verschil is dat we dan de watten weglaten en het net even op een andere manier aanbrengen, zodat het water er goed doorheen stroomt en dan kan je gewoon zwemmen. Het moet wel een eenvoudige breuk, bijvoorbeeld in een pols zijn. Kinderbreukjes doen we in het zwemgips. En als het jeukt, nog tips? Vooral afleiding zoeken, het is heel moeilijk. Mensen willen natuurlijk graag met scherpe voorwerpen, breinaalden, dat soort dingen in hun gips gaan pulken. Liever niet, probeer je gedachten te verzetten en werkt het echt niet. Dan hebben we een koelspray die helpt tegen de jeuk. Je kan er een cold pack op doen. Je kan de föhn op een koude stand erin proberen te blazen. Uiterste nood zeggen wij dan nog wel eens, pak een tie-rip en stop die erin. Die geeft een klein beetje mee, waardoor je net niet je huid beschadigt. Wat is nou zo leuk aan jouw vak? Wat ik het leukste vind aan mijn vak is het werken met patiënten in alle leeftijdscategorieën. Het is van baby tot 80, 90 plus. Met allerlei verschillende soorten aandoeningen. Met ieder hun eigen verhaal, eigen karakter. De diversiteit. Het is gewoon heerlijk.